Hallo, bedankt voor je vraag. Je vroeg je af hoe je jezelf beter kon maken op de pleintjes, omdat de jongens op de pleintjes op dit moment veel te goed zijn voor je. Hoe hou je jezelf staande? Nou, wat ik vroeger altijd heb gedaan, is dat ik gewoon zoveel mogelijk ging voetballen. Overal waar ik kon, ging ik voetballen. Op ieder pleintje dat ik kon vinden, zocht ik de mensen die daar vaak kwamen en met hun ging ik altijd voetballen. En op een gegeven moment heb je door dat de ene beter is dan de ander. Maar het belangrijkste is om te onthouden dat je op dit moment misschien niet goed genoeg bent, maar dat dat niet betekent dat je uiteindelijk niet goed genoeg wordt. Blijf erin geloven dat je jezelf op alle vlakken kan ontwikkelen en probeer dat vooral te doen door zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk te voetballen.